Ik zei, net voor de break liet ik een schilderij zien, een zelfportret van Vincent van Gogh. En ik zei, als je naar het schilderij kijkt, dan weet je niet dat de invloed van Japan in dit schilderij zit. Kijk goed. Met dat plaatje erachter, toch? Juist. Ja. Dat is een Japans tafereel. Heb ik niet eerder gezien. Mount Fuji, denk ik. Waar kijken we naar? Het is een zelfportret van Vincent van Gogh. Ja, het is een zelfportret van Vincent van Gogh. Vrij kort geschilderd nadat hij zichzelf had verminkt door het oor af te snijden. Dus daarom draagt hij dus ook dat verband. En daar zie je daarachter aan de ene kant een ezel met een werk daarop. Maar aan de andere kant dus inderdaad een Japanse print. En die kunnen wij ook identificeren. Die hangt dus ook in de tentoonstelling vlakbij dat werk. Om duidelijk te laten zien dat dat ook echt op realiteit, dat hoorde bij zijn collectie. Want Van Gogh had een vrij omvangrijke collectie van Japanse prenten in Parijs bij elkaar gebracht. Zo'n 650 stuks. Waarvan wij nog dik 500 in de collectie ook hebben. In het museum, dat weten ook niet veel mensen. En deze prenten, die hebben hem enorm geïnspireerd. Hoe kwam Vincent van Gogh... Van Frankrijk wisten we. Althans, ik heb het over de gemiddelde kunstkenner. Ik heb het niet over een kunstacademica die ik hier aan tafel heb. Een kunsthistoricus, toch? Bijvak. Een bijvak kunsthistoricus. Maar ik heb het gewoon over de gemiddelde Nederlander. Maar dat Japan, is dat lang verborgen gebleven? Of? Nou, ik heb onlangs van iemand de reactie gekregen, ook op een redactie, die zei, ah, nee, maar dat weet toch iedereen, dat is helemaal geen nieuws meer. Dus daar schijnen de meningen nogal verdeeld te zijn. Oh. Maar inderdaad, het is wel vaker genoemd dat Van Gogh en Japan dat daar een hele nauwe relatie is. Wij hebben ook als Van Gogh Museum een enorme nauwe relatie met Japan. Heel veel Van Gogh tentoonstellingen gaan de hele tijd naar Japan. En de Japanners zijn enorm adolaat van Van Gogh. En dat heeft zeker ook iets daarmee te maken dat zij iets van hun eigen esthetiek in zijn werk terug zien. En hoe zie je dat terug in zijn werk, dat Japan? Nou, dat heeft daarmee te maken dat hij allerlei middelen die in Japanse werken ziet gebruikt. Dat aan de ene kant zijn het echt felle kleuren en ook die vrij duidelijke kleurvlakken. Als je naar dit zelfportret kijkt, zie je heel duidelijk dat toch groene vlak van die jas, de felle gele achtergrond, dat zie je dus, vind je ook allemaal in Japanse prenten terug. Met motieven, het landschap, waarvan Gogh zich natuurlijk ook heel erg aan verbonden voelde. Nog allerlei andere stilistische middelen. En Van Gogh voelde ook een soort zielsverwantschap met hoe hij dacht dat Japanse kunstenaars werkten en leefden. Namelijk heel eenvoudig en in samenwerking met harmonie met de natuur. Dat waren allemaal idealen die hij ook nastreefde.